Bij ons staat het ouderdomzeken van KFC Zoersel, Jan Dille. Ouderdomzeken, maar nog zeer jong in een zeer goed seizoen. Wat vond u van de wedstrijd vandaag? Ja, vandaag was het een heel moeilijke wedstrijd. We winnen wel 0-1, maar ik weet niet of we verdiend winnen, maar dat maakt eigenlijk niet uit. Spelen kampioen, dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. En als je gaat kijken, hoe dikwijls hebben het laatste kwartier het verschil gemaakt als kampioen dit seizoen? Heel veel, hè, dit jaar. Hey, we hebben heel veel het laatste kwartier nog de beslissende goal gemaakt. Dus vandaag ook weer. Hey, je kunt het bijna verwachten, maar het is fantastisch, hè, op deze manier. Hè. Absoluut. En zelf maak je ook deel uit van de beste verdediging van de reeks. Voor vandaag, voor de 11e keer de nul, dat kan ook geen toeval meer zijn. 11e keer, oké, maar 7 keer op een rij de nul. Tegen toch wel topploegen ook. De topploegen uit de reeks. We hebben daar Ekeren, Kalmthout, nu hier tegen Herenthout. Ja, dat is leuk. Hè? Je kunt niet onder stoel of bank steken. Vandaag is meer misschien wat geluk dan kunde. Met geluk. Het team pakt er wel een paar goede ballen uit. Maar 7 keer op een rij, dat ligt niet. Hè? Nee, absoluut. En zelf ben je ook bezig aan een schitterend seizoen. Je doet er nog een jaartje bij. Dus met ambitie volgend seizoen naar tweede provinciale. Ja, normaal zeggen ze van stoppen op een hoogtepunt, dus dan zou ik vandaag moeten stoppen. Maar ik heb mijn woord gegeven dat ik inderdaad nog een seizoen erbij doe. Ja, tweede provinciaal, we hebben het al eens gehad. Twee seizoenen, dat was niet echt een onverdeeld succes. We gaan er volgend jaar iets beter van maken. Hè. De linkerkolom moet toch ons doel zijn, volgend jaar. Als je nu kijkt naar de groep die we hebben ten opzichte van toen we in tweede provinciale speelden. Ik denk dat eerst en vooral de groep rijper is geworden, volwassener. En dat de groep ook een stuk sterker is voor tweede provinciale, of vergis ik mij? Nee, ik heb er gelijk in. We hebben allemaal wat ervaring bij. Toen we nog in tweede speelden vorige campagne, dan waren er toch wel heel veel heel jonge jongens bij. Nu hebben we er weer een paar jaar achter de rug. Iedereen is wel meer ervaren voor het moment. Dus ik denk dat wel goed komt. Ja. Absoluut. En vandaag nog een goed feestje en dan morgen met een houten kop naar het werk. Of heb je verlof gepakt? Nee, morgen werken. Dus om half één in Brussel, dus dat zal nog wel meevallen. Dus we kunnen nog even uitslapen. Ja. Oké, perfect Jan Dille. Bedankt voor dit interview en geniet van het feestje vanavond. Dankjewel.